Dat betekent dat we richting de afronding gaan. En mevrouw de voorzitter, de inkoppige jury is klaar met de pen en het papier. En mevrouw van Schouten, komt u met mij mee? Ik ga u deze kant nu opnemen. Ik ga u even deze kant. Geeft u mij de hand zo, dan ga ik u zo elegant zo achterlangs doen. Het voordeel van deze opstelling is eigenlijk dat u per persoon... U moet even die oude foto van Jos Heijman, van Max van Wezen, moet u even loslaten als u hier staat, zou ik maar zeggen. Dat is even... Wij gaan even achterlangs. En per persoon ga ik u vragen even wat u opviel, de sterkte-zwakte-analyse. En pas aan het einde wil ik van u horen wie er gewonnen heeft. Vriend van de show, met een verhaal wat een historische grond had. Max van Wezel. Wat mij vooral opviel in zijn analyse, en die had ik nog nooit zo gezien, maar is dat eigenlijk dat Rutte links uit elkaar heeft gespeeld. Want alle filmpjes die hij liet zien, dat was eigenlijk het gevecht van links onderling. Maar eigenlijk heeft hij aangetoond dat er vrij makkelijk om de hand om links te dingen is. Als je maar met een kat op tafel gaat zitten en alles toezegt wat betreft vrouwenrechten. Dat je dan dus een heel eind komt op links. En dat Mark Rutte dat juist door had. En dat het daardoor niks is geworden met die linkse samenwerking. Ik heb wel één ding ook geconstateerd. En misschien moet meneer Van Wezel dan ook een beetje naar zichzelf kijken. Want op alle momenten dat het niet goed ging met die linkse samenwerking, was hij erbij. Van de afwet. Dat begon bij dat wonderlijke manifest dat geschreven is wat nooit wat is geworden. Tot en met vanmiddag hier, dat ze elkaar in de haren vlogen. Dus. Nou, zeker, Max van Wezel al! Dankjewel. Wij staan erachter, Jos Heijmans. Ja. Ja, Jos, je begon een beetje met dat je zei van dat hij op achterstand stond. Maar ik denk dat je gewoon echt ons heel veel inzicht hebt gegeven. Ten eerste heb je ons een nieuw woord geleerd. Dat is het woord nepcrisis. Ja. Dat was wel het woord van deze avond. Hij heeft aangetoond, of eigenlijk, nou ja, misschien moet het aantonen achteraf nog blijken. Maar in ieder geval wel laten zien dat er veel meer speelt dan dat er eigenlijk met bed, bad en brood bedoeld werd. Maar wat hij ook heel sterk deed, en dat vind ik wel knap, is dat hij ook liet zien in de kwestie van Miltenburg, dat hij ook ons als Kamer een spiegel voorhield. De zwarte kant van de Kamer noem ik het ook wel eens. Dat er dus... Ik vind het heel opwindend worden nu. De dark side van Corona Schout, dames en heren. Ga door. Jij maakt er gelijk weer zo groot. Nee, ik vind het heel aantrekkelijk. Ga door. Aantrekkelijk niet van, nou oké. Nee, maar dat de Kamer... onderling soms ook echt niet zo'n hele fijne omgeving is. Zeker als het om mensen gaat die op bepaalde momenten wat zwakker zijn. En ik zou in dat opzicht heeft hij denk ik ook al laten zien dat wij als Kamer ook wel soms wat genadevoller moeten omgaan. Vooral met onze voorzitter. Mooi. Jos Heijmans, dames en heren, geef een warm applaus. En dan zijn we aanbeland bij Irene Oosveen, vriendin van de show. Ja, door Irene ben ik echt met hele andere ogen naar Rutte gaan kijken. En dat is met name doordat zij toen zei... Mark Rutte was verliefd na het weekend en het spoot uit zijn poriën. Toen ik dat hoorde en daarna... Ja, in combinatie met de dark side is het nauwelijks te harde dit, dames en heren. Maar goed, ga door. Maar toen ik dat filmpje daarna zag... Toen zag je dat in alles inderdaad, in hoe die stond te flirten met iedereen. Maar vooral ook dat hij inderdaad naar mensen toeliep om een hand te schudden, in plaats van dat de mensen naar hem toe kwamen. Alles aan hem, straalde liefde uit. En ja, toen dacht ik, ja, dat is toch wel eigenlijk hetgeen wat ik geleerd heb van deze avond. Mark Rutte is gewoon verliefd. Irene Oosveen, dames en heren, dankjewel. Kom mee, ik ga deze kant op. Kom mee, ja. Blijf even hier staan. Ik zeg nog even bij, dames en heren, dit is het kunstwerk van Tinkerbell. Voordat er allerlei activisten opstaan, dit is niet gemaakt van kattenhuidjes. Tot als een grote teleurstelling overigens. En deze komt uiteindelijk op het ongemakkelijke hoofd staan van de winnaar. Namelijk, oftewel, de politieke junkie mei, of het is het april 2015. April, hè? April zijn we. April. Dus je hebt natuurlijk heel spannend eigenlijk opgebouwd. Je hebt iedereen eigenlijk mooi gerecenseerd. Maar rapapa, hou ons niet langer in spanning. Wie is de winnaar van vanavond? Carola Schouten. Ja, toch wel om het feit dat hij liet zien... Het is een hij, sorry iedereen. Maar dat hij liet zien dat links eigenlijk heel makkelijk te verleiden is... maar dat het toch niet gebeurd is. Max van Wezel. Max van Wezel! Zet hem op. Sorry, nee. Zitten. Foto's. U mag foto's maken nu.
dat dit goed gaat aflopen. Maar... Mama, ja. Ja. Ja, heel goed. Dit is het moment dat ik mag twitteren en Facebooken. Okay. hou op. En doet u mij een groot plezier, dames en heren. Ons zeer gewaardeerde jurylid, Carola Schouten. Dankjewel. Ik ben hier mee. Kom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En hoe lang moet je hier zitten?